Nou, koop je zo'n grote auto, past nog steeds niet alles erin. Moet nog steeds de bank opklappen. Nou. Ja, Gijs. Het is een nieuwe avontuur. Nieuwe avontuur. Ik ga wat dingen begraven. Wat kleine dingen, wat grote dingen. Een langwerpig ding. Nog iets met een specifiek vormpje. En dat doe ik niet voor niks natuurlijk. Want ik ga de Invenio uitproberen. Als je dat uit gaat proberen en je gaat meteen het veld op en je gaat meteen los, dan is dat een beetje hetzelfde als een muis doodschieten met een kanon. Het schiet niet zo heel erg op. Dus dit doe ik heel bewust. Ik ga dit begraven en het hoeft allemaal niet heel diep en het hoeft allemaal niet heel geweldig. Daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat ik dingen kan detecteren en dat ik de vormen kan bepalen en dat ik waarden zie en dat ik daar wat van leer. Of dat voor jullie heel interessant is, ja, dat weet ik niet, maar ik neem jullie wel mee. Zodat jullie zien dat er een proces is voordat je echt gaat zoeken. Voordat je echt in het wild losgaat, is er altijd echt wel iets te doen. Ik begin gewoon met iets heel groots. Dat is mijn opa's helm. Een Duitse helm. En die gaan we gewoon hier begraven. En dan gaan we een paar meter verderop. En dan zo gaan we even verder. Nou, nu hebben we twee hele grote dingen. Maar wat we eigenlijk ook wel willen weten is, hoe ziet het er dan uit als je bijvoorbeeld een muntschatje zou vinden? Dus ik heb hier al 2, 4, 5 hele dikke zilveren munten. Nogmaals, het gaat eigenlijk nu niet om de diepte, hè? Het gaat nu puur om wat doet hij, hoe gaat hij het laten zien. En dan kan je later altijd nog wel naar de diepte kijken. Maar het is voor ons nu echt aftasten, echt even kijken. Kijken of dat... Dus ik heb er hier 3 die elkaar raken. Maar ik leg er 2 neer, expres. Zo. Met een beetje ruimte ertussen. We zetten de Invenio aan en dat is een processor die moet opstarten. Ik hoop dat jullie het een beetje in beeld zien, maar er zit hier een velletje overheen. En dat velletje wil ik erop houden, want het is niet mijn metaaldetector, ik mag hem lenen. Dus ik wil hem eigenlijk zo nieuw mogelijk houden. Ja, dat duurt even. Kijk, daar is die. En dan zal die, na het opstarten, geeft hij een veld aan. Ja, daar is die. Dan is het van belang dat we de sensor kalibreren. Dan gaan we naar settings en dan gaan we
naar beneden, calibrate sensor, oké. Okay. Dan gaan we naar de mode. We gaan nu in de basismode. Ja. Ik heb nu iets gevonden, maar je ziet dat mijn hele scherm vol zit. Dus wat ik doe is, ik hou clear gedrukt in. Hier zit een knopje clear en dan wordt mijn veld weer leeg. En nu ga ik scannen, want ik heb hier iets gevonden en dat wil ik scannen. Ik hou hem ingedrukt. En ik ga blijf stapjes achteruit doen. Net zo lang totdat hij weg is. Dan druk ik op oké. Okay. En dan gaat hij vertellen wat hier ligt. Dit is de bovenaanzijde. De bovenaanzijde kan je veranderen naar een vooraanzijde. En zo zie je de bovenkant van de helm, de zijkant van de helm. Maar omdat die hol is van binnen en er geen grond in zit, geeft hij hier een beetje gekke vorm. Maar je ziet hier wel de bovenkant van de helm. Hij ligt ongeveer 25 centimeter diep en de VDI is 76. Dat zien we hier. Het opstarten, het is best nog wel een dingetje. Je hebt met meerdere dingen te maken. Zoals de verbinding van je schermpje en je hoofdbedieningspaneel naar je werkelijke metaaldetector. Maar jullie zien hier ook nog wat zitten en dat heeft te maken met je 3D imaging, dus een soort camera. Ik ga in deze video niet heel diep op de instellingen in. Ik ga ook niet heel interessant lopen doen, want dat heeft geen zin in dit geval. Maar het is wel belangrijk, er zitten hier streepjes, dat je bij de goede schotel de goede streepjes aanhoudt en dat je deze kalibreert voordat je begint. Goed, ik ga hem weer scannen. Dus ik doe clear, is het scherm leeg, ik hou de scanner in. Oké. En als het goed is gaat hij hem processen. Gaan we kijken wat hij nu gaat zeggen. Dit is de bovenaanzicht. Als we hem een beetje gaan draaien. Kijk. Je moet het een beetje leren lezen. Dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk, maar je zal het een beetje moeten leren lezen. Ik denk dat het verstandig is om even naar de volgende te gaan. Ja? Ja? Gaan we back. Back. Oké. Okay. Ik denk niet dat ze echt heel veel verschil gaan geven. Maar wat we nu wel gaan zien is het verschil in VDI en het verschil in kleur, hoop ik. Dat waren allemaal ijzerhoudende voorwerpen en dit is echt zilver. IJzerhoudend is geel, oranje, die kleuren. Dit is zilver, dus dat zou theoretisch gezien een totaal ander plaatje moeten gaan geven. Nou, we gaan eerst kijken waar het ligt. Zorg dat je schotel haaks op de grond legt. Zorg dat alles compleet is. Zorg dat je scherm clear is. En daar ligt het. Dat wisten we natuurlijk al, maar nu zien we het ook. Ik zal het scherm even kleren. En dan gaan we de scan uitvoeren. De scan doe je altijd voor het voorwerp en je stopt het na het voorwerp. Gelijkmatig, rustig zwaaien. Kleine stapjes tegelijk. En zodra je hem ingedrukt houdt, kan je bijvoorbeeld ook nog een keer terug. Kijk, nou wordt het een heel ander verhaal.
hier zien we allerlei verschillende soorten dingetjes bij elkaar. Dit is een bovenaanzicht. Ik wil graag nog heel eventjes de ID is 87 en hij ligt 29 centimeter diep. Als we hem ronddraaien, dan zie je dus ook heel duidelijk weer een groen vlak. En niet een geel en rood vlak, maar echt een groen vlak. En dat zegt al iets over het materiaal. In dit geval zilver, allemaal zilver. Zilveren munten uit verschillende periodes, maar allemaal grote dikke plakken. Ja, de nauwkeurigheid van dit is natuurlijk niet zo groot als dat je iets heel groot gaat zoeken. Dus hij geeft echt een vlak aan. En je ziet ook dat het maar een klein gedeelte is. Maar wel heel duidelijk, ID 87, diepte 29 centimeter. Nou, dat was hem weer. Misschien niet zo interessant, maar voor ons zeker heel leerzaam. Hey, geen vuurwerk dit jaar, hè? Nee. Allemaal met de laarzen. Ja, knallen met je rubberen kaplaarzen. Weer is het anders dan dijenkletsen. Nou, het was zeker wel heel leerzaam. Nou ja, je moet gewoon natuurlijk eerst je apparatuur een beetje leren kennen. Dat geldt ook natuurlijk voor jou. Ja, dat geldt ook voor mij. Kijk, ik sta er nu alweer achter de camera. Maar ja, je zal toch eerst je spul een beetje moeten leren kennen voordat je ermee kan gaan zoeken. Ja, en dat is in dit geval natuurlijk veel moeilijker. Omdat het veel meer op een heleboel dingen aankomt. Techniek. Instellingen, knopjes. De manier van zoeken, het is totaal anders. De verwachting van het vinden. Het zijn gewoon heel veel factoren waar je totaal geen rekening mee houdt op het moment dat je eraan begint. En ik denk dat we er verstandig aan gedaan hebben om vandaag in ieder geval gewoon ons te focussen op dingen waarvan we van tevoren weten wat het is. Om te kijken wat het aangeeft. Om te kijken hoe zo'n metaaldetector reageert. Hoe lang het duurt voordat zoiets omgezet is in een 3D-beeld. En wat kan je dan werkelijk uit zo'n 3D-beeld halen? Ja, dat is voor vandaag wel een heleboel dingen meer duidelijk geworden. En zo moeten we dat rustig aan gaan opbouwen, denk ik. Voor nu bedankt voor het kijken. Ben je nou nieuwsgierig naar veel meer van dit? Doe een duimpje omhoog. Leave something in the comments. Dus ook jullie bedankt.